Kom. Goedemorgen, beste kijkbuiskinderen. Het is zaterdagmorgen, 7 uur. Nee, man. Het is 12 uur s'nachts. Oh, het is 12 uur s'nachts. Oh, toch. We staan bij de winnaar van de kameraad van het jaar. Ja, ja. Bij de Peertschool in Blierik. En dan moet je hier al je wind gewoon. Ja, ja, ja. Hij zal echt verbaasd zijn, denk ik. We lopen nou naar binnen toe. Zingen we ook wat, of niet? Want het regent bijna dat het zeikt. Ja. We zingen. Wat zingen we dan? Ja, lang zal die leven. Lang zal die leven, ja, ja, ja. Want Michel is natuurlijk toch een van de grote mensen die op Facebook, zeg maar, van iedereen wat vindt. En altijd de mensen feliciteert en echt, echt ergens wat van vindt. Of het nou goed is of niet goed is. Maar hij doet het allemaal wel. En ik vind ook, en Dick vindt dat waarschijnlijk ook wel, dat hij het ook nog echt verdient. Dus we lopen naar binnen. Hey, zie je het verschil tussen Ton en Michel? Kijk, hij staat dan te kijken. Hij. Hebben we nog nooit gehad? Roei, hebben we nog nooit gehad? Ja, ik moet voorop lopen. Meneer Jurissen, goedenavond. Fijn dat u er ook bent. Ja. Want het was nog spannend, volgens mij, of niet? Hè? Ja. Ben ik er donderdags nooit. Nu wil even erom moeten komen. Hier moet Janne. Einde. En Lurke. Dat is het. Ik wist niet dat ik hier straks geworpen had. Ja, ik had gisteren Tony aan de lijn en hij zei, is het geworden? Ja, hij is het geworden. Tony, ja. Ja, met grote meerderheid. Daarvan moeten we zeggen dat het... Eén punt verschil ja, maar. Echt hoor. Oh, ja. Met ja, ik kan het Jeroen heer gegund, mag ik zeggen. Maar ja, ik ook. Oei. Nee, maar hier, waarschijnlijk krijg... Waarschijnlijk krijgen we hier wat te drinken aangeboden. En bij Jeroen was dat nooit gebeurd geweest, okay. Natuurlijk. Hè. Maar onthul het, Dick, want. Namens vrouw en kind, maar ook van Ruud van Broekhoven. Oh, Ruud, ja, hebben we even de wisseltrofee. Dus dan moest een joh moesten hebben. Even kijken of ik te. Ja, is dat niet de springbeker? Nee, maar ik heb met de vingers veulen dat ik de voorkant achter heb. Met insigne kok en Dick. Ah, dat kunnen we toch niet. Hey. Ik hoop wel dat hij een ereplekje krijgt. Hè. Proficiat, jongen. Ja, proficiat. Ik dacht dat er water staat. Ja, tuurlijk. Ja. We konden geen kleinere vinden. We konden geen kleinere vinden, nee, Michel. Want we hebben er echt naar moeten... 2,95. Ja. Ja. Nou, nee, maar je bent wel fervent kijker bij ons, goede vriend. Nou, toch? Kijk, regelmatig. Ja, dat klopt. En wat denk je dan? Ja, ik vind het wat een onzin. Ja, maar dat vind ik wel altijd leuk. Ja, ja. Dan moet ik altijd een beetje aan de Peertschool denken, ja. Want die wordt ook veel hoort. Als nee. De golden bloemer is, dan krijg je de nomineerde op het einde de microfoon om wat te zeggen. Ik haal het vast. Ja, u kunt de kijkers nog even bedanken. Ja. En die op u gestemd hebben. Ja, ja is... Nee, sorry. Nee, zegt Ruud altijd, ja. Oké, okay, ja, Ruud heeft wel gelegen. Ik wil ten eerste alle stummers die op mij gestemd hebben, hartstikke bedanken. Ik vind het wel geweldig dat ik dan kameraad van het jaar ben geworden. Dat had ik echt niet op geteld. Wij ook niet. Nee, ja, dat niet maar. Maar. Als we de helemaal op niet. Nee, was ze moeten de brug over. Dat is natuurlijk alweer iets zoiets. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik kreeg een pleisje achter de baas onder meer. En ik blijf natuurlijk Kok en Dick altijd volgen. Dankjewel. Ja. Goed zo. Dank je Michel voor deze wijze woorden. Want, ja. Kok en Dick is Kok en Dick niet als we afsluiten met een slogan. Met een slogan. Want, dames en heren, we hebben niet gesjoemeld. En het is eerlijk woord. Michel Jurissen is kameraad van het jaar.